Er komen bijna 50 woningen, bos, recreatie en moeras in de Harkstede Broeklanden. Een wijk in het noordoostelijk deel van Meerstad. Het gaat om woningen op een ruime kavel met uitzicht op het Woldmeer en woningen in een bosrijk landschap. Rond de zomer wordt ook begonnen met de plannen voor de uitwerking van het groene gebied. De waterhuishouding wordt duurzaam in verbinding met het Woldmeer en de kleisloot. Wij gaan een deel van Meerstad in ontwikkeling nemen en daarvoor hebben we nu een bestemmingsplan in procedure. Harkstede Broeklanden, 48 woningen en ook wat voorzieningen. En ook heel veel groen in dit uitwerkingsplan, dat is nu open voor inspraak. Op die plek komt geen sociale woningbouw. Dit is eilandwonen, waterrijk, bosrijk, echt in een wat hoger segment. We hebben natuurlijk parallel hieraan het gesprek over de agenda voor de toekomst van Meerstad, waarin de Raad ook heeft aangegeven, we willen meer sociale huren in Meerstad. Dus dat is ook wat we in de toekomst zeker gaan doen. Op deze plek gaat het echt over echt wat grotere kavels en wat duurdere huizen. Er moet nog wel het een en ander gebeuren voordat de schop de grond ingaat. Wij denken dat de kavels in het jaar 2025 in de verkoop komen, dus over pak een beetje anderhalf jaar. En dat we in de tussentijd echt nog die eilandstructuur moeten graven bijvoorbeeld en heel veel zaken nog moeten gaan aanleggen.